studenten gefeliciteerd. Ik geef zo het woord aan Albert, die jullie diploma gaat overhandigen. Vanavond hebben wij aan 27 spelers een diploma uitgereikt. Een diploma die ze behaald hebben aan de VV6 Academy. Een mbo-opleiding commercieel medewerker en een opleiding junior accountmanager. Ik heb vandaag mijn diploma niveau 3 gehaald, commercieel medewerker. Ik ben nu bezig met mijn niveau 4 en ik ben hard op weg om die ook te halen, maar dat is voor volgend jaar, krijg dat de aandacht. Ja, natuurlijk, ik ben hartstikke trots op, je stopt er toch tijd en energie in en dan is het altijd leuk dat je dat terugkrijgt in de vorm van een papiertje. Je werkt er natuurlijk hard voor heel het jaar en ik moet zeggen dat ik echt trots en blij ben dat ik heb kunnen afronden. De focus van deze spelers ligt toch op het voetballen en om daarnaast dus een volledige mbo nog te doen, ja, dat vind ik een hele prestatie op zich. De opleiding is volledig digitaal, dus het internet maakt het mogelijk voor spelers om tijdens hun carrière gewoon een opleiding te kunnen volgen. Ja, de combinatie met mijn voetbal en school is heel makkelijk. Als ik bijvoorbeeld een les mis, dan kan ik op internet kijken en dan kan ik mooi de PowerPoints terug bekijken. En als ik vragen heb, kan ik de leraar altijd bellen. Als je een paar jaar geleden mij vroeg, ga je ooit een schooldiploma halen, waarschijnlijk gaan lachen. Ja, nu 2 jaar later heb ik dat papiertje en ja, daar ben je wel trots op. Ja, nou, ik werk nu als accountmanager al bij Adelaag en als spitsentrainer. Eigenlijk doe je natuurlijk al de dingen die je nu geleerd hebt. Alleen nu weet je waar je over praat. En ik hoop dat ik eigenlijk dat in de toekomst kan blijven doen bij Adelaag. Ik zou het zeker de jongens aanraden om VV6 Academy te volgen. Ik heb het ook aan mijn teamgenoten voorgelegd. En ik moet zeggen dat ik veel positieve reacties heb gehad van mensen om me heen. Ik heb al een aantal teamgenoten er naartoe gestuurd. Die zijn dit jaar begonnen ook met de mbo en met de hbo. Dus nou ja, als onderling gaat het als een lopend vuurtje, dus dat komt helemaal goed.